Het ging al als een lopend vuurtje door de provincie Utrecht, maar vandaag zijn we dan in Nieuwegein. Dag dames en heren, welkom bij deze speciale uitzending vanaf het Stadsplein hier in Nieuwegein. In het kader van de Jeugd Olympische Dagen, de European Youth Olympic Festival. Ja, ik moet er zelf ook nog eventjes aan wennen. Maar morgen begint het officieel in Stadion Galgenwaard. Maar vandaag begint de Olympische Vlam, of vervolgt de Olympische Vlam zijn weg hier in Nieuwegein. En in het kader van jeugd en sport heb ik drie gasten bij mij zitten die daar allemaal op hun eigen manier mee te maken hebben. En ik stel ze heel graag aan u voor. Allereerst, dames gaan voor, Rinda den Beste, oud-wethouder van Utrecht. En op dit moment ook voorzitter van EOF, de European Youth Olympic Festival. Welkom Rinda. Naast haar zit Erik Lenselink. Hij is van NOC-NSF en doet aan sportontwikkeling. Erik, ook welkom. En daar voor mij het vers, maar voor u waarschijnlijk heel dichtbij, Barry van Bommel. Hij is de enige wereld- en Europees kampioen vandaag in ons gezelschap. Maar hier in Nieuwegein waarschijnlijk ook vooral bekend als eigenaar van Combisport. Welkom allemaal. We gaan met jullie praten over jeugd en sport, topsport, breedtesport en alles wat daarbij komt kijken. Maar dat gaan we zo doen, want zoals u wellicht ziet, achter mij is ook een heel groot podium waarvan alles aan activiteiten te zien is. En om eens even te horen hoe het daar op dit moment voor staat, schakel ik live over naar Suzanne de Vries, onze verslaggever ter plaatse. Suzanne, kom er maar in. Ja, Marjan, 2 jaar geleden vonden ze voor het laatst plaats de Jeugd Olympische Spelen. Toen waren ze in Turkije, over 2 jaar vinden ze plaats in Georgië. En dit jaar, heel bijzonder, vinden ze plaats in Nederland. Vandaag gaat de derde fakkeloptocht van start hier in Nieuwegein. Het begint hier met allerlei festiviteiten. Hier naast mij zie je bijvoorbeeld al een capoeira workshop. Ik heb net al een karate workshop gezien. Er zijn dansoptredens, optredens van allerlei bands. Dus komt het zien hier. We leven natuurlijk toe naar het moment om 12 uur wanneer hier de fakkel aangestoken gaat worden. De fakkel heb ik al gezien, staat hier achter klaar. En vandaag is ook de langste kilometers die gelopen worden, namelijk 50 kilometer, helemaal naar Amersfoort. En we leven natuurlijk toe naar het moment van morgenavond. Dan vindt de grote opening plaats in het Galgenwaardstadion in Utrecht. En daar is natuurlijk onze koning, koning Willem-Alexander, bij aanwezig. Marjan, ik ga nog even rondlopen hier. Ik praat zo weer met je. Dankjewel Suzanne. Nou, activiteit genoeg en ook nog heel veel om naar uit te kijken. Het is een lange klus voort, maar er gebeurt genoeg onderweg. Dus zeker de moeite waard om te blijven kijken. Die Olympische vlam al, die is al een paar dagen onderweg. Vanaf donderdag in provincie Utrecht. Maar hij is officieel vanuit Athene naar Nederland gekomen. En Rinda den Beste als voorzitter van EOF had de eer om die vlag naar Nederland te brengen. Rinda, allereerst, die vlag is nu in Nederland, maar ga je hem ook weer terugbrengen? Ik zou het wel heel graag willen, want het was heel bijzonder, heel warm, maar ook heel erg mooi om mee te maken. Maar als het afgelopen is volgende week vrijdag, dan doven we de vlam en dan is die uit. Oh, het is dus niet een vlam die altijd maar blijft branden. Dat denken wij altijd, hè? Ja, nou, hij brandt wel altijd, maar in Griekenland. Dus wij hebben hem eigenlijk afgetapt en meegenomen. En al brandend in het vliegtuig ook naast je gehad? Ja, dat was enorm spectaculair. Want open vuur mag natuurlijk nooit in een vliegtuig. Nee. Maar dit is goedgekeurd door KLM en Buitenlandse Zaken. Enorm gedoe. En hij zat in een apart kooitje op de eerste rij. En hij mocht dus mee brandend in het vliegtuig. En de rest van het vliegtuig vond het fantastisch. En iedereen wilde met de vlam op de foto. Het was heel, heel bijzonder om mee te maken. Nou, de VIP-vlam zullen we hem noemen. Ja. Ik weet niet of die business class vloog, maar dat maakt ook niet zoveel uit natuurlijk. Oh, hij vloog op de business class. Ja, dat krijg je als je Europese of Olympische vlam bent. Nou, we gaan maar eens eventjes kijken hoe die Olympische vlam hier arriveerde. We gaan beginnen. De officiële ceremonie voor de derde dag van de fakkelestafette voor het EOF 2013 gehouden 14 tot en met 19 juli in de provincie Utrecht. Het EOF, de Olympische Spelen voor de Europees toptalent, wat hier zal neerstrijken en gaan strijden natuurlijk om die welbegeerde gouden plakken.
Ja, daar is hij. De fakkel is beland op het podium. Mag ik een heel groot applaus voor het Olympisch vuur? Ja, zo'n vlam is natuurlijk enorm warm. Maar als je het zo ziet, krijg je er toch echt kippenvel van. Het is natuurlijk bijzonder om zo'n historische Olympische vlam hier in onze provincie te hebben. En vandaag dus hier op het Stadsplein in Nieuwegein. Ik zit met onze gast, ik had ze al aan u voorgesteld. Barry van Bommel, Rinda den Beste en Erik Lenselink. En zij hebben allemaal iets met jeugd en sport vanuit hun functie anno vandaag. Erik Lenselink doet sportontwikkeling bij NOC-NSF. Rinda den Beste is voorzitter EOF. En Barry van Bommel, ja, die is Europees wereldkampioen Jiu-Jitsu. En hij heeft ook een eigen sportschool hier in Nieuwegein. Ik ben toch wel benieuwd, want nu hebben jullie alle drie een functie op het gebied van sport. Maar hoe was dat in jullie eigen jeugd? Erik bijvoorbeeld, kom jij uit een sportief gezin? Ik kom niet echt uit een heel erg sportief gezin. Toen ik 8 jaar was, toen heb ik een tijd in het ziekenhuis gelegen. Oh. Moest ik 3 maanden in het ziekenhuis liggen en het ging op zich best wel goed de laatste weken. En er stond een tafel in de staffel. Toen ben ik verslaafd geraakt aan tafeltennis. En dat heb ik uiteindelijk 20 jaar gedaan, tot stopniveau in Nederland. Ik had te weinig talent om echt goed te worden, zullen we maar zeggen. En ik heb wel mijn hart verloren aan sport. En alle sporten eigenlijk. Dus ik zit ook helemaal op mijn plek bij de organisatie die over alle sporten in Nederland gaat. Maar kunnen we dan zeggen dat er een mannelijke Bettine Vriesekoop aan jou verloren is gegaan? Of zover gaat het dan net niet? Nee, dat niet. Als er iemand was geweest die echt goed had gekeken naar de sport waar ik het meeste talent voor heb, dan zou het geen tafeltennis zijn geweest. Maar wat dan? Ik denk zelf eerst golf of snooker, iets in die richting. Oké, dat zijn al hele diverse sporten. Nou, het gaat om balgevoel, strategisch inzicht, mentale weerbaarheid en dat denk ik mijn sterke punten. Oké, dan mentale weerbaarheid komen we nog op terug, want dat is natuurlijk iets wat sport sowieso met mensen zeker, doet. Ja. Hè? Ja. Ik ga even naar je buurvrouw Rinda. Je was ooit wethoudersport, dus ik ga ervan uit dat je echt heel veel met sport hebt. Maar hoe was dat vroeger bij jou thuis? We hadden een redelijk sportieve familie. Mijn vader die zat in een amateur wielrenploegje. En wij gingen ook in onze puberteit veel met hem wielrennen. Dat doe ik overigens nog steeds, als ik tijd heb. Het wielrennen straks op het Lint, daar ben ik zeker bij. Maar we komen ook uit de volleybalfamilie. Dus ik heb ook mijn hele jeugd veel gevolleybald. Ook niet op een hoog niveau, maar wel met heel veel plezier. En wij gaan vrijdag ook met mijn hele familie bij EOF naar de volleybalfinales kijken. Want dat wordt spectaculair, dat weet ik nu al. Ja, alles wordt natuurlijk spectaculair. Maar is het dan zo dat jij komt uit een sportieve familie volleybal? Jouw kinderen, zijn die ook zo sportief? Heb je ze dat meegegeven in de opvoeding? Ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Sport en cultuur wat mij betreft. Maar mijn dochters zitten ook allebei op 3 sporten. Zo. En die willen in de winter dan ook nog schaatsen. Dus dat is de 4e. Dus ik vind het ook wel genoeg. Dat lijkt me toch wel. 3 sporten. Ja. Hebben ze nog tijd om naar school te gaan en zo? Ja. Ook dat nog. Maar het is dus wel iets wat je binnen families ook weer doorgeeft, hè? Vaak. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is en dat dat ook de reden is dat we nu ons zo richten op jongere schooljeugd. Ook met de High Five Challenge van Achmea. Want EOF gaat natuurlijk over de leeftijd 14 tot 19 jaar. Maar we inspireren ook hier vandaag in Nieuwegein met die fakkelestafette. Inspireren we eigenlijk de hele generatie daaronder. En daar is het ons echt om te doen. Ja, maak kennis met zoveel mogelijk sporten en ontdek je talent. Welk Precies. talent heb jij en ga het ontwikkelen, hè? Ja. Ja. Want Barry, zo was het met jou in jeugd, hè? Jij was een jong jongetje en jij dacht, ik ga judoën, of hoe zat dat? Nou, dat is eigenlijk anders gegaan. Van jongs af aan is er bij mij al astmatische bronchitis geconstateerd. En ik was ook een druk jongetje. Tegenwoordig zou je misschien al heel snel het stempel ADHD hebben. Maar was best gezegd mijn ouders, van joh, hij moet op een sport, misschien met stoeien. En dus ben ik op 5-jarige leeftijd begonnen met judoën. En dat vond ik zo leuk, gegrepen door de sport. En ben ik op 12-jarige leeftijd ook jiu-jitsu erbij gaan doen. Dat deed je erbij ook. Dus net als de kinderen van Rinda eigenlijk meerdere sporten naast elkaar. Ja. En dat jiu-jitsu, waarin verschilt dat van judo? Jiu-jitsu is een vrij onbekende sport in Nederland. Ja, jiu-jitsu is in Nederland een wat onbekendere sport. Eigenlijk is het jiu-jitsu de moeder van de vechtsporten, van het karate en van het judo. Vroeger had je eigenlijk alleen maar jiu-jitsu. Maar om daar meer sport en spelvorm van te maken, zijn daar gevaarlijke onderdelen eigenlijk uitgehaald. Nekklemmen en andere klemtechnieken. En hebben we aparte sporten gekregen, waaronder judo en karate eigenlijk. Pas in de jaren 80 is het hier vanuit Nederland weer opnieuw ontwikkeld tot een volwaardige sport. En dat wordt nu wereldwijd wel weer gedaan.
Is het een Olympische sport? Nee, dat is jammer dat het nog niet een Olympische status heeft. Wij staan wel nu, over 2 weken gaan we met de Jitsu naar de Wereldspelen, de World Games. Dat is eigenlijk ook een multiple sports evenement, waarbij sporten die niet Olympisch zijn, maar zich daar wel ook kunnen profileren. Het is ook een sportevenement wat 1 keer in de 4 jaar plaatsvindt. Heb jij daar ook aan meegedaan toen je jong was? Ik heb daar 3 keer aan meegedaan, 3 edities. En nu ga ik dit jaar voor de eerste keer mee als bondscoach. Dus, ja, want dat doe je ook nu. Hè? Ik bedoel, jij was dat lastige jongetje toen je 5 was, maar inmiddels ben je gewoon bondscoach. Ja, inmiddels heb ik heel wat jaren zelf actief wedstrijdsport gedaan, zeker topsport. En ook mede door de resultaten die je daarin hebt behaald, word je dan gevraagd van, is het misschien wat voor jou? Dan ben ik een aantal jaren meegegaan als assistent. En inmiddels ben ik nu de hoofdcoach van Nederland. Ja. Ja, we hebben een ware bondscoach hier bij ons. Aan tafel wilde ik zeggen, maar we hebben helemaal geen tafel. Maar hij is er wel, Barry van Bommel. Rinda, de EOF, dat behelst uiteindelijk heel Europa. Hè? 49 landen zijn vertegenwoordigd hier. Je zei het al, in de leeftijd van 11 tot 19. Hè? Tot en met of tot 19? Oh, sorry, ja. 14 tot 19. Ja. Dat zijn 49 landen. Hoeveel sporten zijn hier vertegenwoordigd? Hier zijn 9 sporten. En die worden uitgekozen door het Europese Olympisch Comité. Dus daar mogen wij niet zelf over bepalen als Nederland of als Utrecht. Die 9 sporten zijn de sporten waar de meeste Europese landen kans maken op medailles. Dus niet bij alle sporten doen er 49 landen mee. Maar toch wel bij de teamsporten zo'n 16. En dat wordt bij individuele sporten als judo en atletiek worden dat er wat meer. Maar er zijn inderdaad 49 landen vertegenwoordigd en inmiddels 200 persploegen uit al die landen die dus ook de ogen op Utrecht hebben de komende week. Ja, en als oud-wethouder van Utrecht gaat natuurlijk dan ook extra kloppen, want Utrecht moet op die kaart natuurlijk. Ja. Want, zo heb ik ook begrepen, uiteindelijk willen ze ook de start van de Tour de France hier naar Utrecht halen. Hè? Ja, ja, zeker ik, hè, als wielrenliefhebber. Maar Utrecht is ook een enorme fietsstad. Eigenlijk is de provincie een enorme fietsregio. Ja, maar is dat niet meer recreatief? Dat je zegt, nou, ik doe eens een rondje op zondagmiddag? Nou, nee hoor, als je hier op zaterdag kijkt hoeveel wielerploegjes er door die provincie gaan. En die fietsen behoorlijk door. We hebben natuurlijk de Giro Classico 1 keer per jaar. Maar nu de Tour du Jour komende volgende week zondag, die ook in de provincie gaat rijden. Dan zie je dat er ook veel mensen op een flink niveau kunnen mee fietsen. En er heel veel liefhebbers zijn van dat derde sportevenement ter wereld. Want dat is de Tour de France wel. Als we dat naar onze regio kunnen halen, ja, dat zou geweldig zijn. Utrecht nog meer op de kaart. Nou, we zijn vandaag goed begonnen hier in Nieuwegein. Waar de Olympische fakkeloptocht straks verder gaat. In zijn tocht uiteindelijk naar Amersfoort vandaag. Om morgen uiteindelijk in stadion Galgenwaard natuurlijk voor een week te gaan branden. En al die jeugd-Olympische sporters te ondersteunen. Het EOF, de European Youth Olympic Festival, dat is de officiële benaming, maar we noemen het EOF. Begint dus morgen officieel. Rinda, ik kom toch nog even bij jou als voorzitter van dat EOF. Wat zijn in jouw ogen met name de voordelen van zo'n EOF? Wat brengt het ons? Wat brengt het Europa? Wat brengt het Nederland? Nou, het is natuurlijk prachtig dat het een Olympisch evenement is. Dus dat de Olympische waarden van respect en vriendschap, sportiviteit, dat je die met z'n allen gaat delen. En dat het een manier is om Europa en de Europese jeugd bij elkaar te brengen op een vriendschappelijke manier, verbindend. Dat is volgens mij veel belangrijker dan op welke manier dan ook proberen verbinding in Europa te krijgen. Maar het is vooral ook wat we hier vandaag in Nieuwegein doen en op alle plekken. De jeugd van Nederland en Europa inspireren om zelf ook te gaan sporten en bewegen. Dus de deelnemers aan het EOF hebben in jouw ogen ook een voorbeeldfunctie wat dat betreft? Ja, en ik merk ook dat het echt zo werkt. Als je op televisie de sporters, de topsporters ziet, dan is dat al geweldig. Maar als je ze heel dichtbij ziet en je kunt ze aanraken, ze komen in jouw klas, wat we ook hebben gedaan rondom EOF. En je kan ze zelf aan gaan moedigen op de tribune, natuurlijk het liefst Nederlands team, maar ook anderen. Dat doet wat met je en dat inspireert echt. Ja, we gaan met z'n allen juichen. Zie je ook nadelen, Erik, aan zo'n EOF? Jij als sportontwikkelaar bij de NOC-NSF? Nou, direct nadelen is er niet. Wat wel heel erg belangrijk is, en ik denk dat Rinda ook heeft benadrukt, dat als je even kijkt naar het sportevenement en je zou verder daar niks omheen organiseren, dan zou de waarde eigenlijk maar te beperkt zijn voor dat de energie erin steekt. Dus als je al zo'n evenement gaat organiseren, dan moet je ook voor zorgen dat het een veel grotere uitstraling heeft dan alleen de sportwedstrijden. En met name ook voor de bevolking in Nederland, maar ook in de rest van Europa, kan het een heel positief effect hebben.
Nou, sportief zijn ze in Nieuwegein sowieso. En daar worden meerdere demonstraties van gegeven. Dus we gaan eens even een kijkje nemen. Jeugd Olympische Spelen vinden dit jaar plaats hier in Nederland. Vandaag start hier in Nieuwegein de derde dag van de fakkeloptocht. Helemaal naar Amersfoort gaan ze, 50 kilometer lang. En ik ga hier eens even kijken op het plein. Er staan allemaal mensen, wat zij ervan vinden en of de sfeer er al een beetje in zit. Spannend, hè? Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het goed. Ja, dansen ze goed? Ja. Oh, jij kan ook dansen? Ja, ik moet zo meteen. Oh, jij gaat zo meteen. En wat heb je ingestudeerd? Ja, twee dansen hebben we geoefend de hele tijd. Show hebben we gedaan. Oh, ontzettend leuk. Wij gaan kijken naar je. Meneer, wat vindt u nou van al dit gedansen hier op het plein? Gezellig, leuk. Maar niet spannend hoor. Nee, het inspireert u niet om zelf ook iets aan dans te gaan doen? Jawel, het inspireert altijd, maar dat doet sport in ieder geval. Ik kan me voorstellen dat voor een wethouder sport en evenementen zo'n evenement ontzettend belangrijk is. Ja, ik vind het echt giga, want we hebben hier in Nieuwegein het programma Nieuwegein Beweegt. Nou, daar investeren we heel veel in. En zo'n EOF, dat is natuurlijk de jeugd en sport. Nou ja, dat is waar we in Nieuwegein al door mee bezig zijn. Dus helemaal top dat we dat hier mogen doen, de start van de derde dag. Ja. En die motivatie bij alle sporters moet enorm zijn om nu verder te gaan met sporten. En dat is denk ik hoe het doel. Ja, klopt. Ja, sport is gezond en is goed voor de hersenen. En het is vooral ook heel erg leuk. Dus... iedereen aan het sporten. Ik zag jou net springen, wat doe je dat goed? Dank u wel. Kan je er wat over vertellen? Wat doe je hier vandaag? Nou, ik ben eigenlijk niet bij deze groep, want ik turn gewoon. Maar ik ben meegevraagd om gewoon even te springen en een beetje een demo te geven. En wat vind je ervan? Heb je leuk om te doen, maar wel een beetje spannend, maar wel leuk. En ben je zelf van plan om op Olympisch niveau te gaan sporten later? Ja, eigenlijk wil ik het wel, maar moet ik nog wel even hard doortrainen. Heel veel succes. Vandaag start de fakkeltocht hier in Nieuwegein. Wat is uw rol precies? Ik ben de manager van dit geheel, van wat we hier aan het organiseren zijn. Dus, ja. Dan de festiviteit in Nieuwegein bedoelt u of gewoon de hele fakkel? Wat we eigenlijk in aanloop naar het EOF gedaan hebben, dat noemen we de Achmea High Five Challenge. Waar eigenlijk zoveel mogelijk kinderen en jongeren enthousiast hebben willen maken voor sport. Maar ook voor het EOF wat over twee dagen begint. En dat heb ik allemaal geprobeerd zo goed mogelijk te organiseren met een heel team. Kunt u wat vertellen over de High Five Challenge? Wat houdt dat in? Ja, dat kan ik zeker. De High Five Challenge is eigenlijk een serie van activiteiten die we georganiseerd hebben. Startende in oktober 2012 al. Waarin we een urban tour hadden. Dat was een reizend sportevenement met allerlei street, urban en street sporten. Hebben we 13 keer georganiseerd op verschillende plekken in de regio. We hebben sportdagen georganiseerd. 12.000 kinderen uit heel Nederland zijn in Utrecht geweest voor een Olympische sportdag. En de fakkelestafette is eigenlijk het laatste wat wij doen. Morgen finisht die bij Stadion Galgenwaard. En dan is de Achmea High Five Challenge klaar. En dan gaat het EOF beginnen. Goed, ik praat verder met mijn gasten vandaag. Barry van Bommel, Erik Lenselink en Rinda den Beste. Rinda, voorzitter EOF. Ik moet er toch wel even over beginnen, want het is al in de pers geweest. Maar buiten alle positieve effecten die dat EOF uitstraalt, zijn er toch ook wat minder leuke dingen die hierbij komen kijken. En dat is toch het feit dat het qua kosten een beetje uit de hand lijkt te zijn gelopen. Hoe zit dat precies? Nee, dat is niet zo. Nee, dat wil ik graag even rechtzetten. Wat we hebben gedaan... We hebben een begroting gemaakt in 2008 en die hebben we elke keer ook heel goed bijgesteld en daar gezegd, er zijn twee risico's die we aanzien komen bij het organiseren van zo'n groot evenement. En risico 1 is de huisvesting. We moeten 3000 buitenlandse gasten en sporters huisvesten. En risico 2 is dat de sponsorinkomsten zouden tegenvallen. Toen hebben provincie en gemeente en NOCSF samen afgesproken, wij staan garant voor een deel van dat risico. En wat naar nu blijkt, moeten we dat risico inderdaad gaan aanspreken. Dus die garantstellingen die zijn
deels nodig, niet eens helemaal, om te zorgen dat we binnen de begroting blijven. En over welk bedrag hebben we dan? Dat weten we pas als het klaar is, maar de garantstellingen die afgegeven zijn, die behelzen bij elkaar een bedrag van 1 miljoen euro. En dat op een budget van een kleine 8 miljoen, geloof ik. En wij zien nu dat we, doordat we ontzettend goed drukken op de kosten, doordat er gelukkig veel sponsors zijn gekomen, de kaartverkoop gaat gelukkig de goede kant op. Wij zien nu dat we binnen die garantstelling blijven. Oké, dus wij als burgers hoeven ons geen zorgen te maken over belastingverhogingen om dit EOF uiteindelijk absoluut niet. Voor elkaar te krijgen. Nee. Nou ja, goed, het wordt vast een fantastisch evenement. En wellicht dat er uiteindelijk nog wel een stukje winst overblijft. Als ineens zo ongelooflijk veel extra sponsorinkomen achteraf nog... Ja, plus dat je altijd ziet dat als je dit soort grote evenementen organiseert, dat het ook iets doet voor je toerisme. We hadden een aantal jaar geleden, in 2010, hadden we de Giro in Utrecht. Als je ziet wat het Italiaans toerisme daarna heeft aangetrokken in Utrecht, dan zie je dat je... Je maakt ook reclame voor de stad. En dat levert uiteindelijk op de lange termijn ook heel veel op. En dat is natuurlijk moeilijk nu al te dat berekenen. Dat kan niet, nu dat al. Begrijp ik nee. ook. Ja. Erik, NOC-NSF, wat is de rol van het NOC-NSF eigenlijk bij het EOF? Wat is hun directe taak, behalve dat ze dan garant staan? Wat natuurlijk heel erg belangrijk is dat bij het proberen om de EOF naar Nederland te krijgen, het NOC-NSF, het Olympisch Comité, een cruciale rol speelt. Want wij moeten namelijk die aanvraag ondersteunen samen met de gemeente Utrecht, hebben we dan natuurlijk gedaan. Dus daar begint het mee. Ja. En het is dus eigenlijk al heel lang geleden dat we daarmee gestart zijn. En vervolgens in de opbouw naar het evenement, dan krijg je steeds grotere belang en betrokkenheid en ook inzet. Alleen we zijn al jaren eigenlijk bezig om samen met de gemeente Utrecht er een heel mooi evenement van te maken. Maar hebben jullie ook een rol bijvoorbeeld in de keuze van de atleten, de keuze van de sporten die hier tegenwoordig zijn? Ja, als het gaat om de ploeg die we afvaardigen, dan is het een Olympische ploeg. Waarbij wij ook de organisatie van die ploeg doen. Tot een bepaald moment zijn de sporters binnen hun eigen sport actief. Maar op een gegeven moment wordt het een ploeg waar vanuit meerdere sporten deelnemers samenkomen in de Olympische ploeg. De Europees Jeugd Olympisch Festival ploeg. Ja. Nou, daar zijn wij voor verantwoordelijk vanuit de afdeling topsport. Maar jullie stellen limieten vast dan ook waar zij aan moeten voldoen om mee te mogen? Dat zal per sport verschillen, ongetwijfeld. Ik ken details niet uit mijn hoofd. Maar bij ploeg is het zo dat dat heel erg door de Europese Sportbond wordt geregeld. Hè. Dus die zeggen van nou, de bovenste zoveel van de ranglijst mogen meedoen aan het ploegevenement. Terwijl bij individuele sport gaat het misschien meer om tijden. Van heb je bepaalde tijd gezwommen of een bepaalde tijd gelopen, ja. Dan heb je gekwalificeerd voor het evenement. Dat zal per sport ongetwijfeld verschillen. Maar de NOC-NSF die bepaalt wel mede... Wij zijn wel mede bepalend in hoe de ploeg eruit ziet en hoe de begeleiding van de ploeg plaatsvindt. Ja, maar we doen nog veel meer hoor, want we zitten samen met het stichtingsbestuur, met de gemeente Utrecht. En wij zijn ook heel erg juist bezig met de sporttechnische aspecten van het evenement. Sporttechnische aspecten? Aan welke eisen moet het hem wat voldoen? En hoe kun je ervoor zorgen dat alles zo geregeld is dat het toernooi daar goed kan plaatsvinden? En daar zijn best wel grote eisen per sport aan verbonden. Oh, dat is per sport dan inderdaad. Natuurlijk per sport weer verschillend. Ja, dat begrijp ik. Hebben we het over het EOF, de Olympische Jeugdsportdagen, om het maar even zo te zeggen. Maar we hebben ook de Jeugd Olympische Spelen. Wat is het verschil? Waarin vult dat elkaar aan? Nou, wat een heel groot verschil is dat de Jeugd Olympische Spelen is een mondiaal, dus een wereldwijd evenement. Ook de leeftijdsklasse is wat ouder. En het is dus een evenement van het IOC, van het Internationaal Olympisch Comité. Terwijl de EOF is een Europees evenement, waar dus alleen Europese landen aan meedoen. En de EOF die is ook veel ouder, hoewel het nog niet zo oud is, maar dat bestaat al sinds 1991. Terwijl de Jeugd Olympische Spelen is pas twee keer geweest. Eén keer in de zomer en één keer in de winter. En met name voor het IOC een poging om te proberen om de sport ook wat jongere mensen bij aan te spreken. Als je kijkt naar de Jeugd Olympische Spelen bijvoorbeeld, dan wordt niet het gewone basketbal gespeeld, maar het 3-tegen-3 basketbal. Juist omdat dat heel populair is onder een jongere doelgroep. Oké, dus daar zit nog wel een duidelijk verschil. En het grote verschil is ook wel Europa en de wereld. Ja, zeker. En ook qua begroting. Dat is echt een mega groot verschil. Ja. De volgende keer is het in Nanjing. En ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dan praten we eerder over 200 miljoen dan over 8 miljoen. En dan hebben wij hier het over een kleine overschrijding vanwege de huisvesting en de sponsorinkomsten. Ja, er zijn verschillen in deze wereld. Maar dankzij de EOF hebben we dus onder andere topsporters als Pieter van der Hogeband, overigens directeur van het EOF nu. Rinda is voorzitter, hij is directeur. En ook, hoe heet die judoka ook alweer? Edith Bos bijvoorbeeld ook. Dat zijn allemaal toch wel sporters die inmiddels alweer oud-sporter zijn. Maar die toch ons heel veel mooie Olympische successen hebben gebracht. Barry,
Die Olympische droom was voor jou helaas niet weggelegd, want jiu-jitsu is nog niet een Olympische sport. Wat ga jij eraan doen om dat zover te krijgen? Ik weet niet of ik of dat zover kan krijgen hoor. Het enige wat ik kan doen is zorgen dat ik met mijn sport aan de weg blijf timmeren. Door ook resultaten neer te zetten en te zorgen dat mensen enthousiast blijven of worden voor de sport die wij beoefenen. Nou, ik zou zeggen, blijf demonstreren, blijf jezelf overal laten zien. Wij gaan even over naar Suzanne de Vries. En zij praat voor ons met de organisator van de fakkeloptocht hier in Nieuwegein. Ja, Marjan, ik sta nog steeds op het plein voor de kom en naast mij staat Karin. En zij coördineert de hele fakkeltocht, eigenlijk van alle dagen. Toch, Karin? Ja, Lin, ja, dat klopt. Oh, sorry. Wat is jouw functie precies? Ik ben de coördinator van de fakkel-estafette. En hoe bijzonder is het voor jou dat het, dat het dit jaar eigenlijk in Utrecht plaatsvindt? Ja, super bijzonder. We leven er echt al heel erg lang naartoe. We zijn al maanden in voorbereiding. En op 30 mei kwam dan ook echt het echte Olympische vuur vanuit Athene kwam dat naar Nederland. En sindsdien heeft hij eigenlijk op een aantal plekken heeft hij in Nederland gestaan om te laten zien dat de fakkel-estafette, maar vooral ook dat het EOF eraan komt vanaf morgen, dat dat begint. En nu zijn we sinds 11 juli, sinds donderdag, zijn we begonnen met de estafette. En ik heb gehoord dat vandaag de dag is dat de langste kilometers worden afgelegd. Ja. 50 kilometer helemaal naar Amersfoort, toch? Ja, dat klopt. Dat is de langste dag inderdaad. Ja. Kan je iets vertellen over de route die de fakkel vandaag aflegt? Ja, wij gaan vandaag starten dus in Nieuwegein. En dan gaan wij via het Huis van de Sport, dat is natuurlijk een belangrijk punt waar we ook langs gaan, gaan wij naar Houten toe. We hebben een hele leuke Houten via Schalkwijk en dan door het centrum helemaal van Houten. Daar worden ook allerlei activiteiten door de gemeente aangeboden. En dan gaan wij via het Oostrumsdijkje door naar Oudijk en dan finishen we in Amersfoort. Verwacht je veel opkomst? Ja, er wordt echt enorm enthousiast op gereageerd. En we vragen vooral ook alle fakkeldragers om hun aanmoediging te regelen. Maar afgelopen dagen hebben ontzettend veel scholen langs de kant gestaan met 500 kinderen. Dat ze super enthousiast waren. Ja. En wat is nou de plek waar ik zo meteen moet gaan staan? Wat is de allermooiste, bijzonderste plek waar jullie langskomen? Nou, we gaan straks over het water. Dat is een heel bijzonder moment. We zijn gisteren ook twee keer over het water gegaan, maar vandaag gaan we ook. Want Nieuwegein, heb ik me laten vertellen, is de waterstad. Dus we hebben ervoor gekozen, Nieuwegein, om straks een stuk over het water te gaan met de roeiboot, allerlei begeleiding aan boten daaromheen. Dus dat wordt wel een heel bijzonder moment. Ontzettend leuk. Ik ben erbij. Hartstikke bedankt voor je tijd. En terug naar jou, Marjan. Nou, Suzanne laat het ons ook zien. Er gebeurt van alles hier op en rond het Stadsplein Nieuwegein. En om 11:30 dan gaan de officiële handelingen plaatsvinden op het podium. Om alles maar in gereedheid te brengen voor die estafette fakkelloop die straks hier van start gaat. Dames en heren, we zijn zover. Het Olympisch vuur is aangekomen in Nieuwegein. En mag ik een fantastisch applaus voor de dansers van Beats Dance Studio, die op spectaculaire wijze het vuur naar het podium hebben gedragen. Jazeker zijn we er klaar voor. Het wordt geweldig. De eerste sporters zijn gisteren al gearriveerd. De officials komen eraan. De hotelbedjes zijn opgemaakt. 3000 hotelbedjes. Er hebben zich inmiddels 200 internationale persploegen gemeld. Er wordt een groot festivaltent op de Neuden opgebouwd. Er zijn meer dan 2000 vrijwilligers die inmiddels bijna 24 uur per dag in dit evenement stoppen. En we gaan morgenavond een groot feest in de Galgenwaard beleven. Waar overigens nog kaarten voor te koop zijn. €7,50. Zorg dat je het niet gemist hebt. En daarna een week topsport. Olympische Spelen. Zo dichtbij ga je ze nooit meer meemaken. Waarom is het nou zo belangrijk dat de jeugd gaat sporten? Nou, dat is bijna een open deur, denk ik. Maar het is allereerst is ontiegelijk leuk. Het is natuurlijk heel erg gezond. En het is gewoon ook bewezen dat het ook effect heeft op het leren op school. Op alles wat je verder doet. En het is gewoon ontiegelijk belangrijk om te sporten. Ik doe atletiek. Atletiek. En loop jij dan veel? Ja. Dus je bent niet echt zenuwachtig voor het lopen straks met de fakkel. Dat moet je al goed afgaan, toch? Ja. Ja. En volgens mij wordt dat heel goed. Hey, hoe oud ben je eigenlijk, Koen? Ik ben 11 jaar. 11 jaar en dan ga je naar school toch natuurlijk, volgens mij. Ga je school naar Nieuwegein? Ja. En hoe heet die school? De Toonladder. Ik denk dat die school heel erg trots op jou zal zijn als jij straks weer op school komt na de vakantie, hoor. Want dit wordt natuurlijk een klusje van je welste. Dames en heren, we gaan beginnen met het ontsteken van de fakkel.
Dan gaan we nu live meekijken met onze verslaggever ter plekke, Suzanne de Vries. Want het officiële startschot van de fakkelloop hier vanuit Nieuwegein gaat nu plaatsvinden. Waar we één groot feest vieren en waar het EOF 2013 wordt geopend. Het EOF 2013 van 14 juli kan je zien tot en met 19 juli hier in de provincie Utrecht. Ik zie dat de Erehaag staat. Ik kijk nog even aan het seintje of we kunnen vertrekken, of alles klaar staat, de karavaan klaar. Of de volgende lopers van de volgende shift er klaar voor zijn. Gert-Jan, zijn we zover? Wat mij betreft wel. Dames en heren, ik wil graag aftellen van 10 naar 0. Dan gaat Koen vertrekken en ik wil dat dat gebeurt met een heel hard applaus en heel veel gejoel natuurlijk. Dit is een speciaal moment in Nieuwegein. Het officiële Olympische vuur gaat nu vertrekken. Dan gaan we 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Hey, Koen, heel veel succes! En daar vertrekt de fakkel onder leiding van Koen. Die de fakkel zal brengen naar de volgende shift. De derde dag van de fakkel is de vette. We zijn onderweg. Dames en heren, mag ik jullie bedanken voor dit geweldige openingsmoment. Wij hopen jullie allemaal te zien 14 tot en met 19 juli in de provincie Utrecht bij het EOF 2013. En zo is de fakkeltocht begonnen. De lopers zijn onderweg om uiteindelijk straks na 50 kilometer ongeveer Amersfoort te bereiken. Wij blijven nog even zitten en praten nog even met onze gasten van vandaag. Erik Lenseling van NOC-NSF, Rinder den Beste, voorzitter EOF en Barry van Bommel. Onder andere van Combisport hier in Nieuwegein, maar hij is ook wereld- en Europees kampioen Jiu-Jitsu. Barry, je vertelde eerder al dat jij als jongetje best wel veel energie had. En dat moest even meer gekanaliseerd worden. Dat werd in eerste instantie judo en later Jiu-Jitsu. Je hebt dus heel veel bereikt in die sport. Wat heb je er allemaal voor moeten laten om zover te komen? Kijk, als je topsport gaat bedrijven of wedstrijdsport, dan moet je daar best wel wat voor doen. Maar op het moment dat je bij een goede omgeving zit, bij een leuke vereniging, dan is dat wat je ervoor moet laten, dat valt eigenlijk wel mee. Want het is leuk en dan ga je er vanzelf mee. Je wordt gestimuleerd door de trainer, door je ploeggenootjes. Zeg, nou, we gaan morgen weer trainen. Ja, maar dan kan ik niet naar die verjaardag toe. Nou, dat maakt eigenlijk niet uit, want het trainen is misschien nog wel leuker dan dat je naar zo'n verjaardag toe gaat. Maar dan word je 16, meisjes, biertjes. Ja, nou ja, goed, ook daarin zie je natuurlijk wel dat sowieso in sport, Sport in Nederland, dat je daarin, in die leeftijdscategorie, zodra jongens eigenlijk naar het middelbaar onderwijs gaan, dat je dan groot verloopt hebt in sport. En dan is het juist belangrijk dat als je bij een sportvereniging zit, dat die ook activiteiten kan organiseren om eigenlijk die leeftijdscategorie aan zich te binden. En nu is dan de EOF. Er zijn nu ook een aantal mensen van Combisport, van onze vereniging, die dan nu helpen als vrijwilliger om dan daar de boel op te bouwen. Medailleceremonie voor de judoka's. Ja, goed, daarin worden ze dus eigenlijk alweer betrokken om ook daarin dan weer een stukje werk te leveren en verbondenheid met de vereniging. Belangrijke taak dus weggelegd voor alle sportverenigingen, ook in Nederland, om die binding van de jeugd ook met sport te houden in de lastige leeftijd, de puberleeftijd. Hè? Want dat is toch wel vaak inderdaad een leeftijd waarin ze af gaan haken. Rinda, ten aanzien van de EOF nu, wat is er allemaal georganiseerd om de schooljeugd te betrekken bij dit evenement? Ja, enorm veel. Wij vonden het belangrijk dat het niet alleen maar een week een knalfeest zou worden als we dus zondagavond gaan beginnen. Maar we zijn al vanaf het begin van het schooljaar bezig met de Achmea High Five Challenge, wat we vandaag ook hier om ons heen zien. En daar hebben we al inmiddels, ik geloof, een kleine 6000 scholieren mee bereikt op allerlei plekken in het land die daar konden gaan sporten, bewegen, topsporters ontmoeten, Olympische lespakketten kregen in de klas en op die manier dus leerden over de Olympische normen en waarden en wat die spelen nou eigenlijk betekent. Daarbij hebben we nog sportdagen georganiseerd op Olympische
Olympos, waar wordt gebasketbald op de Uithof. En daar hebben ook 12.000 kinderen in 2 weken tijd hun klassensportdag zeg maar, gevierd. In een hele EOF setting met heel veel professionaliteit om ze heen. En we doen natuurlijk dit soort dingen. En rondom alle sportvenues volgende week is ook heel veel gezelligheid te beleven voor de jeugd. Daarom hebben we ook alle basisscholen hier in de omgeving een brief gestuurd en gezegd, je kan via de school kun je vrijkaartjes krijgen. Want we willen vooral graag dat kinderen komen kijken. Nou, dat zal dan op deze manier wel gebeuren. Zijn er ook nog meer radio-televisie-uitzendingen? Dat we dat ook op die manier kunnen volgen? Of via de web-tv misschien? Ja, het wordt nu ongelooflijk. We zaten gisteravond in Tour du Jour, zaterdagavond ook. We zijn volgende week elke avond bij het Jeugdjournaal. En direct na het Jeugdjournaal komt er 4 minuten een uitzending van NOS van die dag. Je ziet dat Zapp Sport geïnteresseerd is. Telegraaf besteedt er elke dag aandacht aan. Nickelodeon is een belangrijke partner waar natuurlijk ook veel kinderen naar kijken. Dus volgende week is het in de media niet te missen. Goed zo. Nou, dat is dan in ieder geval een positief teken ook. Als mensen dit nou horen, Erik, en ze denken ik wil er ook naartoe. Niet de kinderen, maar als volwassenen. Waar zijn kaartjes te kopen? Hoe komen wij daaraan? Of kun je gewoon naar een stadion toe en daar ter plekke in de rij gaan staan? Ik denk dat Rinda als voorzitter van de EOF deze vraag beter kan beantwoorden. En ik maar denk dat het NOC-NSF alles weet. Rinda, kun jij ons wat dat betreft wijzer maken? Ja, het is gelukkig zo dat er nog kaarten zijn voor de openingsceremonie in de Galgenwaard. Daar kun je via de website... Oh, die is morgen al, hè? Ja, kun je via de website www.utrecht2013.com. Kaarten voor bestellen, die kun je zelf uitprinten. Het gaat allemaal digitaal. Het zwemmen is helaas uitverkocht. Het turnen is bijna uitverkocht. En verder gaan de finale wedstrijden, dus aan het einde van de week op donderdag en vrijdag, die gaan heel hard. Dus als je daarbij wil zijn, bijvoorbeeld ook bij het judo of bij het atletiek, dan moet je er op tijd bij zijn. De kaartjes zijn heel goedkoop, want we willen vooral dat iedereen kan meegenieten. Dus je betaalt voor een kind 9 euro en dan kan je de hele dag sport komen kijken. 9 euro voor een kaartje, maar die sporten die vinden op verschillende locaties plaats. Dus als ik een kaartje koop voor, ik noem atletiek, dan kan ik de hele dag bij atletiek blijven. Of kan ik ondertussen ook nog even basketbal gaan kijken op de Uithof? Nee, dan zou je een passepartout moeten kopen. Dus je moet inderdaad echt kiezen naar welke sport je toe wil. En dan kan je van die sport kan je de hele dag alle wedstrijden meemaken. En de openingsceremonie die is dus morgen in stadion Galgenwaard. Ik heb begrepen, ga ik toch even naar Erik kijken, want hij was lid van het IOC. Inmiddels is hij koning, dus ja, je kan niet alles tegelijk. Maar ik heb begrepen dat koning Willem-Alexander daar aanwezig is, Erik. Ja, die is aanwezig en hij is zelf een van onze belangrijkste supporters van het NOC-NSF. Ja. Hij is natuurlijk IOC-lid geweest, of is hij nog steeds, maar daar zal hij mee stoppen. Als koning zal hij heel erg belangrijk voor ons blijven, omdat hij de sport een warm hart toe blijft dragen. En zeker ook de breedte sport. En natuurlijk kan hij dan niet ontbreken bij zo'n evenement als het in Nederland wordt gehouden. Nee, dat moet ik aan. Neemt hij zijn kinderen mee, denk je? Of is dat nog niet bekend? Oké, dit is het best bewaarde geheim van vandaag. Komt koning Willem-Alexander met vrouw en kinderen morgen naar de openingsceremonie in Galgenwaard? Of is hij misschien daar alleen? Wie er in ieder geval ook zijn morgen in Galgenwaard, dat heb ik me tenminste laten vertellen. Want die fakkel moet natuurlijk dat stadion ook nog in morgen. Is een aantal prominenten die daar die fakkel gaan dragen. Waaronder Esther Vergeer, onze Paralympische tennister bij uitstek. Nou is het zo dat ook deze EOF een Paralympisch onderdeel heeft. Voor het eerst, hè? Wij vonden dat heel belangrijk. Je hebt, bij de echte Spelen heb je Olympische Spelen en Paralympics. Dus wij zeiden, waarom heb je dat niet bij de Europese Jeugd Olympische Spelen? Dat zou net zo goed moeten. Dus wij zijn hier in Nederland, in Utrecht, die traditie hopen we gestart. Klein, maar dat kan alleen maar groter worden. En met welke sport starten jullie dan? We hebben zitvolleybal gedaan, rolstoelbasketbal, zwemmen en handbiken. Dus een variant op wielrennen. En dat is aankomende week dan ook allemaal te zien? Nee, die zijn al geweest. Die zijn al geweest? Het Paralympische toernooi is al klaar. Wij hadden dat ervoor. En komende week zijn het alleen de 9 topsporters, topsporten die we net noemden. En wat is jullie ervaring met dat Paralympische onderdeel van het EOF? Of het... Ja, het was geweldig. Ik ben erbij geweest. Het was helemaal geen mooi weer. Dat vond ik vooral voor de handbikers heel sneu. Ja. Maar het enthousiasme. Mensen zeiden, dit is zo goed dat hier ook aandacht voor komt. Want dit zijn vaak mensen die hebben al zoveel moeilijkheden moeten overwinnen. Ook kinderen. Ze zijn ziek of ze zijn zo geboren. En dan is topsportbedrijven is eigenlijk nog een extra
prestatie. Want dat zijn wel echt toppers. En vooral de teamsporters hebben het ook onderling zo leuk gehad. Ze hebben met z'n allen geslapen in een mooi complex in Leersum. En ze hebben enorm goed naar hun zin gehad. Dus ik denk en ik hoop echt dat Ejof de volgende keer, dan is het in Tbilisi, dat die dit over zullen pakken. Dat wij het begin zijn geweest van een mooie traditie. Want Paralympisch sporten hoort er gewoon bij. Want als je leven toch al met bepaalde handicaps, dat je daarmee geconfronteerd wordt, dan bestaat je leven al in het dagelijks leven al een beetje uit topsport natuurlijk. Vind ik wel, ja. En dan is een beetje extra aandacht zeker op zijn plaats. Dus ik zou zeggen, gewoon nog meer Paralympische onderdelen, ook bij dat EOF. Afrondende vraag, gasten. Waarom, even een korte vraag, maar ook graag een kort antwoord. Waarom moeten de mensen aankomende week naar het EOF? Barry. Ik denk dat het een heel mooi evenement is om daar de toekomstige toppers in actie te zien. Eigenlijk heel laagdrempelig om daar al te gaan bekijken wat misschien de Olympische kampioen over 8 jaar daar al in actie is. Dankjewel, Barry Rinda. Ja, ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens. Ik denk verder, hoe vaak maak je in je leven nou mee dat je naar een Olympisch evenement in je eigen land kan? Misschien maak ik het wel nooit meer mee, maar dit zijn echte Olympische Spelen. Ze zijn voor de jeugd, maar het zijn echte Olympische Spelen en ze zijn 1 week te zien. En zorg dat je het niet gemist hebt. Zorg dat je erbij bent. Erik, jij sluit je ongetwijfeld aan. Ja, Tim van Hogeband die won in 1993 en 2 gouden medailles bij de Europese Jeugd Olympische Dagen. Dus de voorloper van het festival. En de grote vraag is, wie is de nieuwe Pieter van Hogeband? En wij zouden dat kunnen gaan meemaken de komende week om een beetje meer de feeling te krijgen van wie wordt dat? De nieuwe Pieter van de Hogeband, de nieuwe Edith Bos, de nieuwe Ranomi. Je weet het niet. Er zijn natuurlijk zoveel verschillende jeugdige sporters die hier hun beste krachten laten zien. En het is zeker de moeite waard om daar als supporter een beetje extra steun aan te geven. En zelf ook dat Olympische gevoel te ervaren hier in de provincie Utrecht. Ik bedank mijn gasten Barry van Bommel, Erik Lenselink en Rinda den Beste. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier en succes met jeugdsport, jeugdbreedtesport, jeugdtopsport, jiu-jitsu, judo en het EOF. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier en laten we zeggen, we houden de Olympische gedachten hoog. Ik vind het heel erg fijn dat u gekeken heeft. Blijft u dat vooral nog even doen, want de fakkeloptocht die loopt nog. Zeker de moeite waard om te blijven kijken. De Europese Jeugd Olympische Spelen van 14 tot en met 19 juli in Utrecht. En dat is best wel dichtbij. Dus wees erbij. Hey! This is where I started. We worden gewoon ingehaald door mama. We staan op dit moment voor het Huis van de Sport, waar diverse sportbonden gevestigd zijn. Mm-hmm. En wat doe jij hier? Ik ben coach van de jongensvolleybal en ik ben op dit moment samen met de manager van de volleybal en meisje van het volleybal om haar te helpen met het dragen van vakken. Waarom mag jij de fakkel dragen? Ik doe aan zitvolleybal in het nationaal team en ik vertegenwoordig mijn nationaal team. Je hebt net de fakkel gedragen, hoe ging het? Ja, ging goed. Was leuk. Moest je hard rennen? Nee, viel wel mee. Wat voor gevoel had je erbij? Een eer. Ik vond het echt een hele eer om met de Olympische vlam te mogen rennen. Ja. En wat ga je nu doen? Ik denk lekker naar huis. Je hebt het super gedaan. Dankjewel. Ga lekker naar huis. Ja. De fakkel gaat nu door naar Amersfoort met 50 kilometer te gaan. En hierbij neemt dus Nieuwegein afscheid van de fakkel.
Namens mijzelf en RTV 9 heel erg bedankt en graag tot de volgende keer.